Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe zwangerschapsupdate. Het is inmiddels alweer week 8 van mijn zwangerschap, of de 9e week, week 8. Ik raak altijd een beetje in de war. Ik weet ongeveer exact wanneer ik zwanger ben geworden, maar mijn cyclus fluctueert. En ik heb natuurlijk nog geen echo gehad, dus ik weet het niet. Als jullie dit zien, dan betekent het dat alles oké was bij de echo en daarom heb ik het online gezet. Dus ik loop, als jullie dit zien, ben ik inmiddels alweer een stukje verder. Maar ja, het leek me leuk om weer een update te doen. Ik heb deze filmpjes ook gemaakt toen ik zwanger was van mijn eerste kindje, van Niels, mijn zoontje. Die, als jullie het zien, al 2 is. En het leek me heel leuk om dit weer te doen. En ook te kijken wat de verschillen zijn. En hoe ik me dit keer voel en hoe het ook is, zeg maar, als je al een kindje hebt om dan zwanger te zijn. Dus ik neem jullie mee. Het eerste wat je hoort is dat ik kort ademig ben. En dat heeft niet zoveel te maken met dat ik een enorme buik heb en rol. Maar toen ik erbij nadacht. En toen, ik ben laatst ook bij de dokter geweest. Ik heb astma. Dus mijn medicijnen voor mijn astma, die mag ik niet gebruiken tijdens mijn zwangerschap. Dus ik moet een andere medicatie en die werkt minder goed. Die had ik vorige keer ook. Dus ik ben al, toen we wisten dat we graag een tweede kindje wilde, toen ben ik al overgestapt. Maar ik ben erbij verkouden en ik merkte dat die medicijnen niet heel goed werken. Daarbij waren ze op zonder dat ik het wist. Want normaal geeft dat ding het aan, maar nu gaf hij het niet aan. Dus alles met elkaar genomen ben ik best wel benauwd. Maar het heeft ook natuurlijk gewoon heel erg te maken met de vermoeidheid. Want dat is een ding wat ik vorige keer ook had en nu ook weer. Ontzettend moe. En ik denk dat ik nu nog moeier ben. En dat komt ook vooral omdat het super druk was op mijn werk. Dat is nu gelukkig wat rustiger. Maar ook, ja, je hebt gewoon al een kindje. Dus ik kan niet gewoon lekker op de bank gaan liggen de hele dag. Dat zit er gewoon niet in. We proberen dat wel een beetje in te bouwen. En ik probeer, wat ik op een gegeven moment deed, is tijdens zijn slaap, als ik thuis was. En dan, normaal ben ik natuurlijk aan het werk, maar als ik thuis was. Dan probeerde ik tijdens zijn slaapje ook te gaan slapen. Maar ik merk, ik ben gewoon niet zo goed in overdag slapen. Ik word daar heel naar van. Dus ik viel gewoon in slaap. Ik kon er ook niet zoveel aan doen. Maar ik probeer mezelf nu echt wakker te houden. Dus cola drinken, dat doe ik zo. Gewoon echt. Dan probeer ik even. Ja, ik kan er natuurlijk niet naar buiten als hij slaapt. Maar ik probeer echt dan even iets te doen waardoor ik wakker blijf. Maar waardoor ik wel ontspan. Want dat is dan wel belangrijk. Dus wat ik dan bijvoorbeeld doe is een serie kijken. Maar dan op een gegeven moment dan worden mijn oogleden zwaar. En dan ga ik toch maar weer even iets in beweging doen of zo. Zo probeer ik dat een beetje te doen. Want ja, die moeheid, dat merk ik echt heel erg. En dat vind ik ook heel lastig, ook op mijn werk. Ik wilde af en toe gewoon echt ergens in een hoekje gaan liggen slapen. En dat kan natuurlijk gewoon niet. Maar je kan het ook niet echt vertellen. Dus dat maakt het extra ingewikkeld. Verder, wat anders is dan vorige keer, is dat ik de hele dag een beetje misselijk ben. Vorige zwangerschap had ik, 's ochtends moest ik gewoon direct wat eten en dan was het oké en dan was de rest van de dag klaar. Nu moet ik ook 's ochtends meteen wat eten, maar is de ochtendmisselijkheid minder heftig dan de vorige keer. Maar ben overal gewoon een beetje, ik moet wat eten, maar ik heb eigenlijk nergens zin in. Maar ik merk wel dat ik echt eten nodig heb. Dus dan sta ik zo, bijvoorbeeld op mijn werk in de kantine, sta ik dan echt zo'n beetje rond te kijken van waar heb ik zin in. Ik ben lactose intolerant, maar ik merk dat ik, en dat had ik de vorige zwangerschap ook, enorme behoefte heb aan yoghurt en kaas en zo. En ik laat dat maar een beetje gebeuren, want zeg maar de gedachte aan bijvoorbeeld worst of hummus of zo, dat maakt me echt. Dus ik probeer mezelf daar maar een beetje in, met mate. Wat ik ook veel omheen heb, is boterham met pindakaas. Dat collega's misschien ook denken, wat heeft die vrouw ineens bij zich? Boterham pindakaas. Niet echt zoet. Meer hartig. Ja, maar gewoon eigenlijk überhaupt niet zoveel trek. Maar als ik dan iets moet eten, dan is het, dan is het gewoon heel specifiek waar ik op dat moment zin in heb. Maar dat zijn eigenlijk de enige klachten die ik heb, als ik het al zo mag noemen. Dus het valt me weer 1000% mee. Daar ben ik heel blij om. Dat is echt, mag ik me echt in mijn handjes knijpen dat zo is. Ik heb wel al een behoorlijke buik. En dat heeft ook natuurlijk een beetje te maken met dat ik nu lactose eet, terwijl ik daar niet tegen kan. Nou eet ik niet heel veel lactose, maar ik eet bijvoorbeeld wel lactosevrij yoghurt. En zelfs daar kan ik eigenlijk niet heel goed tegen. Maar bij havermout krijg ik gewoon echt kotsneiging als ik dat eet. Dus daar ben ik gewoon mee gestopt.
Dus ik zet al wat sneller op. Maar mijn buik, ik zal hem straks nog even laten zien, is gewoon echt wel dat je denkt, hoe ga ik dit nog 4 weken verborgen houden? Dat is me echt een raadsel hoe ik dat ga doen. Nou is het niet helemaal 4 weken, want ik heb over 3 weken of 2,5 weken heb ik mijn eerste echo. Ja, en dan denk ik dat ik het, als het allemaal goed is, het daarna maar gewoon ga vertellen. Want ik denk dat ik het gewoon niet, ik denk dat het niet langer lukt. Het is sowieso natuurlijk, kerst komt eraan, maar daarvoor heb ik nog Niels' verjaardag, allemaal borrels. Het wordt echt wel een uitdaging, om het zo maar te zeggen. Nou, Niels' verjaardag heb ik een soort heel wijd jurkje voor gekocht. Omdat ik dacht, ja, hoe ga ik dit anders verstopt houden? Ik eindigde vorige keer volgens mij met fotolijstjes die ik aan mijn ouders en Sven's ouders ging geven. Want we hebben ervoor gekozen dit keer om het onze ouders wel eerder te vertellen. Onder strikte geheimhouding uiteraard. En dat had er vooral mee te maken dat ik het mijn ouders graag wilde vertellen. Want ik wilde heel graag moeders voor moeders gaan doen. Dat ben ik dus ook gaan doen. Dat doe ik nu 1,5 week. Dus dat betekent dat ik mijn urine inzamel voor moeders voor moeders. Je krijgt elke week krijg je 2 blauwe kratjes met een soort blauwe flessen erin. En daarin verzamel je je urine. Zoveel als je kunt. Ik bedoel, op mijn werk ga ik dat natuurlijk niet doen. Maar gewoon zoveel als je kunt verzamel je dat. In urine van net zwangere vrouwen zit een hormoon, HCG. HGC, HCG, ik kom er allemaal niet meer uit hoor. Dat hormoon, dat halen ze uit je urine op een of andere manier. En dat hormoon, dat kunnen vrouwen die niet makkelijk zwanger kunnen worden, kunnen dat heel goed gebruiken. Dus daar wordt het voor gebruikt. Dus voor allerlei behandelingen, van IVF en dat soort behandelingen, wilde ik heel graag doen. Wilde ik vorige keer ook, maar ik kwam er een beetje laat achter dat het bestond. Volgens mij was ik toen al 12 weken of zo en het is tot 16 weken, dus dat had niet zo heel veel zin. Vond ik het toen heel spannend van ja, als mensen dat dan zien en hoe doe je dat dan? Dus dat, die kratten, je kan je voorstellen dat valt op in je huis. Wij wonen gelijkvloers, dus het is ook niet zo dat we een boventoilet hebben of zo, dus alles beneden. En mijn ouders passen gewoon allebei een dag in de week op, dus ik dacht, ja, als ik dat wil, dan moet ik wel mijn ouders vertellen wat er aan de hand is. Want anders snappen ze niet waarom die dingen er staan. En dan gaan ze er zelf achter komen. Mijn vader zou het niet eens doorhebben, denk ik. Maar mijn moeder heeft dat meteen in de gaten. Dus dat was de belangrijkste reden waarom we het ze al wilden vertellen. Nou, dat was ontzettend leuk. We hadden dus fotolijstjes gemaakt. En daarin een plaatje van Nijntje. Met iets van, je kunt me nog niet horen, je kunt me nog niet zien. Maar als ik, ik ben uitgegeven in juli, denk ik, als ik in juli geboren word, mag ik dan in het lijstje misschien. Nou, hartstikke leuk. We hadden bedacht dat we dat met een etentje gingen doen, gezellig, maar dat lukte allemaal niet met plannen. Dus toen hebben we op een zondag, de enige zondag dat ik eigenlijk kon gaan liggen op de bank, maar goed, zijn we naar mijn ouders en naar zijn ouders gaan. En zijn ouders wonen in Zwolle, dus dat is ook nog even een tour. Dus we 's ochtends... voordat mijn vader de deur uitging, want die moest om 11 uur geloof ik de deur uit, maar ze hadden daarvoor de verjaardag van mijn moeder gehad, echt een soort tijdslot, gingen we daartussen, stonden ineens bij mijn ouders voor de deur, maar die hadden geen idee, want we waren de dag ervoor bij mijn moeder geweest, want die was jarig, dus we hadden, dus ik zei, ja, we zijn een cadeautje vergeten te geven, dus die dacht, oh, oké. Maar die wilde het wel uitpakken, mijn vader was nog boven, ik zei, je moet wel wachten op papa, er is dat leuker. Nou, goed. Nou, dus toen pakte het uit en dat was natuurlijk meteen heel leuk. En mijn vader kreeg al een soort tranen in zijn ogen, mijn moeder niet. En bij Sven's ouders is dat precies andersom. Dus die vonden het ontzettend leuk en die waren helemaal blij. En nou goed, die hebben gezworen het geheim te houden. En toen zijn we daarna meteen doorgereden naar Sven's ouders. En toen wij de oprijlaan op kwamen lopen, toen zei normaal rijden we naar de auto heen, maar we dachten nu, we zetten de auto ergens anders in en dan lopen we gewoon het paadje op, zeg maar. En mijn schoonvader had blijkbaar meteen gezegd van, oh, nou, daar gaan we weer of zoiets. En mijn schoonmoeder die dacht echt, waarom komen ze nou langs, wat gezellig. En, dus die had niks door, terwijl ik dacht, nou, direct als we aankomen lopen, dan weten ze het, maar dat was dus niet. Die dachten ook, oh ja, want dat was ook nog, we hadden bij het kinderdagverblijf waren weer jaarfoto's van Niels gemaakt. Dus zowel mijn ouders als
En zijn ouders dachten dat we dus een fotolijstje met zijn foto kwamen brengen. Dat je denkt, waarom zou ik daar al deze moeite voor doen? Maar goed, dus van, oh, een fotolijstje. Nope. Nou, die waren ook helemaal door het dol heen. Dus dat was ontzettend leuk. En het is ook heel fijn, zeker bij mijn ouders, die ik natuurlijk vaak zie, dat ik ook gewoon, dat mijn moeder ook af en toe, als ik dan thuis kom van werk en zij past op, dat ze dan zegt, ga maar even liggen. Ik maak ook nog wel even het eten. En weet je, ik stofzuig nog even. Dus zo ontzettend fijn, want ik ben gebroken. Nou, verder voel ik me dus prima. We hebben het Niels één keer een soort van half verteld, maar dat gaan we gewoon pas echt wat later doen, want ik snap er toch geen hout van. En ja, 8 weken. Het gaat zo snel. En we zaten gisteren te lezen van wat gebeurt er dan in die 8e week. En dan gaat het over vingertjes en oogjes en een neus. En ja, zo bizar. Ik heb 2 apps waar ik op kijk. En waar is mijn telefoon? Pak er even bij. De ene had ik vorige keer ook al. En die heet Zwanger en Zo. Nou ja, goed, die laat dan zien in welke week je bent en vertelt ontwikkelingen en geeft tips. En de ander heet Zwangerschap Plus. Zwangerschap Plus. En daar zie je een beetje een eng soort real life foto. En dan kan je dagelijks en wekelijks, je kan, er staat zeg maar van welke vrucht het nu is. Nu is het dus een framboos. Nou, dat is toch wel interessant. En ook daar staat hoeveel, hè, allemaal verhaaltjes. En het is wel leuk, want ze zijn toch allebei weer, ze voegen elkaar en ze vullen elkaar echt aan, vind ik. Dus ja, dit vind ik gewoon heel leuk om te lezen. En dat lezen we gewoon elke week, zeg maar op de dag dat ik de nieuwe week in ga lezen. Dat samen, dat vinden we heel leuk. Dus dat eigenlijk. Verder merk ik dat ik, omdat je heel veel al weet, ben je aan de ene kant rustiger, aan de andere kant wil je gewoon, ja, zit ik te denken, hoe gaan we dat doen met babykamers en allemaal dat soort dingen. Dat je echt, daar hoef je echt al lang niet over na te denken, maar ja, je bent ook alweer een soort van verder vooruit aan denken. En hoe Niels het zal vinden. Ik denk dat Niels het heel leuk vindt. Maar ja, zoals ik met andere kindjes zie, zeg maar. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. En hoe we het aan de rest gaan vertellen. Ik denk dat dat met kerst wordt. Het is wel echt wel anders. Ja, om een van de redenen ben je er bewuster en om, zeg maar, bewuster en minder bewust mee bezig. Het is op een andere manier, laat ik het zo zien. Ik ben er meer praktisch mee bezig misschien. Ik voel trouwens ook, ik heb meer een soort krampachtige. Ja, kramp is echt een heel groot woord. Maar ik voel mijn baarmoeder, laat ik het zo zeggen. Een beetje à la ongesteldheid, maar dan in een hele andere vorm. Dit zijn trouwens, voor degene die ze nog niet eerder hebben gezien, dit zijn hak op de tak filmpjes. Ik bereid een beetje in mijn hoofd voor wat ik ongeveer wil bespreken. Maar ik ga gewoon, ik stort alles uit. En dan hoop ik dat het een beetje een samenhangend verhaal wordt. Dan weet je dat. Wat was ik aan het zeggen? Een beetje meer die krampjes en zo. Nou, kramp is niet het goede woord. Maar ik voel het gewoon, laat ik het zo zeggen. Ik voel mijn baarmoeder. En dat soort dingen ben je veel, of ik ben daar dan veel bewuster van ben. Of dat ik dan inderdaad meer pijn heb, want dat is echt niet het goede woord. Weet ik niet, maar ja, het is, ik weet het niet. Ik zal even mijn buik laten zien. Ik heb, dat is wel een dingetje. Broeken is echt al bij mij, je zal het zo zien, is best wel ingewikkeld. Ik heb dus nu ook gewoon een pyjama broek aan. Daar woon ik in zodra ik thuis kom. Normaal al, maar nu is het echt, ja, echt ook nodig. Ik heb ook panties een maat groter gekocht. Omdat het gewoon echt niet meer prettig zit. En wat ik nu had en vorige keer ook had, is zeg maar, je hebt bij zwangerschapskleding, wat ik nu natuurlijk nog niet draag. Maar ik zat bijvoorbeeld wel te kijken naar zwangerschapspanties. Omdat ik jurkjes kan ik het beste in verhullen. Gewoon een wijd jurkje. Maar de panties die zitten al helemaal niet meer prettig. Omdat die zo in je buik duwen. Maar als je een hoge panty, veel van die zwangerschapspanties, die gaan tot net onder je borsten. Maar dat vind ik heel oncomfortabel. Dat had ik vorige zwangerschap ook. Dus ik wilde juist alles onder mijn buik hebben. Niks eroverheen. Nou, dat heb ik nu ook. Maar goed, dus dat is een beetje zoeken. Want ik heb nu al wat hogere broeken. Want ja, dat vind ik dan gewoon mooi staan.
En zeg maar, toen ik vorige keer zwanger had ik nog best wel veel lage broeken. Maar dat heb ik dus nu. Ja, moet ik even in mijn kast ook gaan speuren waar ik die heb gelaten. Want ik moet dat echt aan. Want het zit echt niet meer lekker. En ik had toevallig vandaag, ik had een bestelling gedaan. En daar zag een heel leuk, mooi strak jurkje in de aanbieding. Toen dacht ik, nou weet je, een strak jurkje, dat kan ik best wel bestellen. En ik had het aan en zei ze, oké, wow, je ziet er echt al heel zwanger uit. Omdat ik verhul het natuurlijk, omdat ja, nog niemand het mag weten. Maar ik zal het je even laten zien. Nou, dit is gewoon met kleren aan. Dan lijkt het nog wel oké. Ik hoop niet dat de mensen aan het kijken zijn. Wacht, ik doe even de gordijnen dicht. Voordat de buren dit zien en ik het meteen de hele buurt het weet. En zo is het van voren. Je ziet dat de taille al minder wordt. En zo is het dan opzij. Moet je kijken. Ik weet niet hoor, jongens. Nou ja, dit dus. En dat komt natuurlijk ook omdat mijn buikspieren sowieso al wat uit elkaar stonden. Dus het gaat ook sneller. Maar dit is best wel lastig te verbergen, toch? Wat ik had begrepen, dus dat hoop ik dan maar, is dat je buik bij een tweede zwangerschap niet groter wordt. Misschien wel anders qua vorm, maar niet groter wordt. Maar wel er eerder is. Dus nou, laten we dat dan maar hopen. Want mijn buik was echt humongous. Je hoort het hè, als ik dus praat. Dat. Dat was het. Dat was mijn update van 8 weken zwangerschap. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Mocht je vragen hebben, stel ze wel hieronder. Ben je ook zwanger? En ja, hoe voel jij je? Laat het weten. Of hoe voelde jij je in je 8e week? Ben je daar nog niet en hou je het nog geheim, dan mag je ook alleen maar een like doen als je het filmpje leuk vond. En dan ben je een soort van anoniem. Ja, ik wil deze video's regelmatig blijven doen. Oh, ik ben nog één dingetje vergeten. Oh, ik heb zo'n jeuk. Ik heb zo'n jeuk aan mijn benen. Oh, nou, ik heb eigenlijk vooral overal jeuk. Maar vooral mijn onderbenen en een beetje mijn bovenbenen, dat is echt... Elke avond, ik ga helemaal los. En ze blijft er van af. Want ik krap echt op een gegeven moment mijn hele benen open. Maar ik heb zo'n jeuk aan mijn benen. Het is echt niet te geloven. Ik las dat erbij kan horen. Dus dat zal er wel. Nou, dat heb ik vorige keer volgens mij ook echt niet gehad. Maar ik word echt... Dat wil ik de hele tijd doen. En wat ik ook nog heb, wat ik ook vorige keer niet had, is... Dat mijn haren groeien sowieso nu heel snel. En dat vorige keer had ik dat op zich ook wel. Maar ik heb nu ook op mijn lichaam. Dus mijn beenhaar en zo. Echt. Dus het is zo normaal. Hoef ik me echt niet elke dag te scheren. Nou, zeker niet. Maar nu merk ik gewoon dat de jeuk zeg maar erger wordt als mijn haartjes doorkomen weer. Dus dat ik ook nog vaker moet scheren. Oh. Ja, nee, dus de jeuk, dat was nog even eentje die ik nog niet had genoemd, maar nog even wilde zeggen. Goed, dat was het echt. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En abonneer je vooral eventjes op mijn YouTube-kanaal door hieronder te klikken. Of aan het einde van het filmpje op mijn gezicht. Gezicht, aan deze kant toch? En dan, ja... Kan je je abonneren en dan ben je op de hoogte van al deze filmpjes. En dan kan je ook nog even aanzetten dat je op de hoogte wil worden gehouden. Dan zie je mijn filmpjes ook gewoon, krijg je een mailtje van. Als je dat niet doet, krijg je geen mailtje, maar dan komt die wel hoog in je YouTube-lijst te staan. Dus doe dat vooral als je op de hoogte wil blijven. Dat zou ik super leuk vinden. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Doeg!